Goedemorgen, welkom bij het webinar What's New in AutoCAD 2022. Mijn naam is Leni Nanninga, ik ben consultant, ik geef AutoCAD les en vandaag ga ik jullie even wat laten zien over de nieuwe versie. Er zijn weer allerlei nieuwe functionaliteiten beschikbaar, zodat je dan weer sneller en efficiënter kan werken in je projecten. Nou, het is 11 uur. We gaan starten. De Zoom-instructie, volgens mij hebben jullie dat allemaal keurig gedaan. Even op de unmute-knop, want het is best wel gevoelig en dan horen we allemaal achtergrondgeluiden. We kunnen straks ook even gaan chatten naar het webinar, dat je dan nog eventuele vragen kan stellen. Het is natuurlijk ook handig dat je dan je e-mailadres achterlaat, want wanneer we dan even wat extra uitgebreide informatie kunnen geven, is dat altijd handig. Nou, allereerst nog even over CADX. Wij verzorgen al meer dan 20 jaar allerlei professionele AutoCAD-dienstverlening. Ik met name dan natuurlijk het AutoCAD-verhaal. We doen dat door middel van trainingen te verzorgen, oplossingen aan te bieden en de detachering. We hebben twee hoofdlocaties in Drachten en in Utrecht. En door het hele land heen hebben we ook diverse opleidinglocaties. Trainingen worden dan veelal klassikaal gegeven, maar uiteraard geven we ook in-company trainingen. We gaan ook bij bedrijven langs om oplossingen te bieden. Dat kan in de vraag zijn van een bibliotheek of misschien een extra programma. We luisteren naar de vraag in die zin wat de klant heeft en inventariseren het huidige werkproces, zodat we dan de beste oplossing kunnen bieden. We zijn werkzaam in de verschillende werkvelden. Bouw en architectuur, werktuig, bouw en civiele techniek. En laten we dan nu eens even kijken naar de agenda voor het AutoCAD 2022 verhaal. Allereerst wil ik jullie eens even wat gaan vertellen over de toolsets. Wanneer je AutoCAD installeert, kan je daar ook toolsets bij installeren. Ik ga eens even laten zien welke toolsets er allemaal zijn. En globaal even wat de inhoud daarvan is. Het tabblad Start ziet er wat anders uit. Deze versie is veel verbeterpunten dat er op dit jaar ligt in het stroomlijnen van de workflow en de mogelijkheden tot veiliger werk in de cloud. En daar heeft het kopje online alles mee te maken. Daar zijn er verschillende nieuwe functies. De share, de trace, count. En de mogelijkheid push to docs, wat ook weer met online te maken heeft. En dan tot slot ook de floating windows. Nou, dan zal ik dit even beëindigen. En dan zal ik een nieuw scherm even delen, dat ik dan mijn AutoCAD scherm aan jullie laat zien. Zo. AutoCAD 2022. Zo op het oog niet qua commando's zo heel veel veranderd. Maar dat zullen we straks even laten zien. Allereerst de toolsets. In AutoCAD, wanneer je AutoCAD gaat installeren, dan kan je ook gespecialiseerde toolsets mee installeren. AutoCAD heeft de beschikking over de Architecture Toolset, de Mechanical, de Map 3D, de Map,
de Electrical, de Plant 3D en de Raster Design Toolset. Nou, dan gaan we eens even kijken naar de Architectural Toolset. Het is AutoCAD, alleen dan aangevuld met de toolset en dan in de architecture vorm, met name voor de bouwkundige renovaties. Er zitten bibliotheken in, intelligente productieonderdelen, wanden, deuren, ramen en ook voor ontwerp en documentatie. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor de Mechanical Toolset, ook hier weer een mooie bibliotheek met allemaal werktuigbouwkundige onderdelen. De map 3D voor het GIS toevoegen aan je AutoCAD. Je tekening intelligent maken. Wanneer je een kadasterkaart hebt en je hebt een database met gegevens, dan kan je die aan elkaar koppelen. De map toolset voor de mechanical, electrical en plumbing, de sanitair. Ook hier is de bibliotheek het sleutelwoord, dat er allemaal onderdelen in zitten. Hetzelfde geldt voor de specifieke electrical toolset, schakelbordindelingen en hier ook een bibliotheek. De plant 3D voor in de industrie, voor de P&ID schetsen. Je ziet ook dat het 3D is, maar je kan het natuurlijk ook gewoon als 2D maken. En dan hebben we de toolset voor raster design. Om je gescande tekeningen te bewerken en dan ook te converteren naar DWG-objecten. Zit nu standaard in AutoCAD. Nou, dan gaan we eens even kijken naar het tabblad start. Want dat is het volgende wat even op de agenda staat. Het tabblad start ziet er wat anders uit. Open. Kort. En zo ook bij de nieuwe voor een template. Korte lijstjes dat je sneller je template kan selecteren. De recente documenten, de AutoCAD docs, ga ik je straks ook even wat over vertellen, en de learning. De what's new, de online help, community forum en de customer support. Wanneer je daarop klikt, dan word je automatisch doorverwezen naar het internet en dan wordt de desbetreffende pagina getoond. Zo ook met de AutoCAD mobile app. Dan kom je op internet, op de Autodesk site, dat je de mobile app kan downloaden. En ook de AutoCAD web app. Nou, over die laatste twee, daar ga ik het nu even over hebben. De AutoCAD mobile app opslaan op het web en op de mobiele apparaten, zodat ook heel veel gebruikers bij diezelfde tekening kunnen komen. Hoef je niet meer op te sturen, dan kan je middels een share, waar ik het straks ook nog even over ga hebben, kan je een link delen naar de AutoCAD tekening en dan kan die tekening worden geopend in een eventuele mobiele app, maar ook in de AutoCAD web app. Nou, daar ga ik nu eens even naar kijken. Dit is hoe het eruit ziet. En uiteraard heb ik ook AutoCAD web app even opgestart. Zodat ik dan dat jullie nu even kan laten zien. Zo, dan ga ik even naar het internet. En dan kan ik mijn webapplicatie laten zien. Zo. Dit is het programma AutoCAD Web en Mobile. Wanneer je middels AutoCAD daar naartoe gaat, dan kom je op de site van Autodesk Anywhere. Je gaat inloggen met je Autodesk account en dan kom je in deze omgeving. Het is eigenlijk AutoCAD. Ik kan hier alles doen met deze tekening. Ik kan inzoomen, ik kan uitzoomen. Ik heb mijn lagen tot de beschikking. Ik kan bijvoorbeeld naar de laag furniture. En dan
ga ik hier eens even op inzoomen. Ik heb hier mijn object properties en ik heb aan de linkerkant ook mijn lagen. En ik heb ook de blokken die in de tekening zitten. En dan kan ik vanuit deze webapplicatie ook een blok inlezen. Als er eventuele x-refs aan de tekening vastzitten, dan kan ik die hier ook bekijken. Verder heb ik de mogelijkheid uit de functies draw, met alle draw-functies, annotate om te meten, tekst erbij te plaatsen en modify-functies. Zo, kan hier ook gewoon gaan tekenen. En omdat je dit in een mobiele omgeving hebt, kunnen mensen die hier een link naartoe hebben gekregen, bijvoorbeeld van de originele tekenaar, kunnen op deze manier aan de tekening werken, zonder dus dat ze AutoCAD op hun PC hebben staan. Ik kom hier straks even terug in de AutoCAD Web en Mobile, de AutoCAD Anywhere. Ik ga even terug naar mijn AutoCAD. Zo, en dan gaan we eens even kijken wat er allemaal nieuw is in AutoCAD. Nieuw is de functie Share tekening. Bij deze functie deel je een kopie van de tekening, inclusief de X-ref, op de Autodesk Cloud, zodat anderen het kunnen bekijken en of wijzigen. Deze Share Drawing, als je die functie aanklikt, dan kan je ervoor kiezen of dat je een View Only meegeeft, of dat de andere gebruiker ook de Edit en de Save een kopie kan doen. De link expires in 7 days. Dus wanneer ik dan op de knop copy link klik, dan kan ik die link in de mail naar mijn andere medegebruiker toesturen. En aan de hand van of het een view only is of de edit en de save, kan die op die manier kan die dan aan de tekening werken. En je ziet op het moment dat je dat doet, share the drawing, komt de tekening ook weer in de web.autocad.com te staan. Als ik dat qua knoppen in AutoCAD ga doen, dan heb ik deze tekening even geopend. En dan vind je hierboven vind je de knop Share. Nou, wanneer je daar dan op klikt, dan krijg je inderdaad dat venster. Of je dan de link alleen wil bekijken, de view only link of de edit and save a copy. Nou, wanneer je dan die link volgt, dan kom je weer in die web en autocad.com en kan je op die manier de tekening delen. Nou, wanneer ik dan weer even terug ga naar, dan stop ik dit even. Als ik dan weer even terug ga naar de web en mobile, dan kan ik in mijn web en mobile, heb ik de mogelijkheid dat ik de tekening kan opslaan in de web en mobile. Maar ik kan dat ook in de Autodesk Docs doen, in de Autodesk Drives of zelfs bij de Dropbox. Nou, wanneer ik dan bij mijn AutoCAD tekeningen ga kijken, dan kunnen we daar via de share, of dat ik hem in de Dropbox heb gestopt, dan hebben we daar de share tekening. Iemand anders krijgt dan dus de link, die klikt daarop en die komt automatisch in dit web.autocad.com programma. En dan wordt automatisch de tekening geopend. De functie Share. Gaan we nu eens even kijken naar Trace. De functie Trace.
Als ik dan even ga uitleggen wat de functie trace is, dan zat dat eigenlijk ook al in AutoCAD. Met de functie trace kan je in de AutoCAD-tekeningen voorzien van commentaar. En dat konden we eigenlijk al middels de design review. We konden in AutoCAD de tekening opslaan en exporteren naar een DWF-bestand. Vervolgens konden we dat DWF-bestand mailen. De partij aan de andere kant opende dan het programma Design Review en zette daar de feedback op, middels een markup. Vervolgens konden we in AutoCAD die tekening dan weer openen en middels de Markup Manager konden we dan het commentaar bekijken. Nou, dat zijn natuurlijk een aantal handelingen die je dan moet gaan uitvoeren. Wanneer je een tekening middels Share bijvoorbeeld in de web AutoCAD versie zet, dan kan je daar een trace doen. Ik heb deze tekening en die deel ik dan in mijn web en mobile. Ga ik weer even terug naar mijn web en mobile. Zo. En dan zal ik middels mijn venster de tekening gaan openen. En jullie zien dat de tekening is geopend. En dan heb ik de functie traces. Enables to provide feedback and markups. Ik kan dus hier in deze tekening een nieuwe trace plaatsen. Je ziet, er wordt een, lijkt alsof er een transparant velletje papier overheen wordt gezet. En dan kan ik een opmerking plaatsen. Ik zie dat dit 27 is. Dat wil ik eigenlijk wel 30 hebben. Dus ik ga naar Annotate en ik wil daar tekst bij zetten. En ik maak die tekst even 5 hoog. En in plaats van 27 moet het 30 worden. Dus moet 30 worden in plaats van 27. Oké. Nou, heb ik nog meer? Eens even kijken. Nou, voor de rest ziet het er wel goed uit. Dus dat vind ik wel prima zo. Dus dan sluit ik mijn trace sluit ik af. En dan geef ik een opslaan als save as. Nou, dan moet ik die natuurlijk opslaan. En dan geef ik hem even de naam trace aangepast. Ik kan hem ook dezelfde naam meegeven. Create. Oh. Nou, doe een kopie ervan. Ook prima. Nou, dan moet ik natuurlijk terug naar mijn AutoCAD. Want dan wil ik die traces wil ik wel weer even zien. Dan ga ik weer terug naar mijn AutoCAD. En dan open ik vanuit mijn web en mobile. Open ik de tekening waarbij de trace in zit. En dan zal ik jullie die tekening ook weer even laten zien. Zo. Ik heb natuurlijk deze tekening geopend met behulp van deze knop.
hierbovenin, open from web en mobile. En dan heb ik de tekening en dan kan ik nu op het tabblad Collaborate hebben we een nieuwe knop Traces Palette. En dan zit hier dus nu een trace in. Nou, als ik daar dan op klik, dan zie je dus inderdaad dat daar weer zo'n velletje papier overheen wordt gelegd. En dat ik dus nu de trace kan zien wat ik moet aanpassen. Is prima. Dan pas ik dit aan en daarna kan ik de tekening opslaan. Dus dit was geen 27, maar dat moest 30 worden. Nou, heb ik gedaan. En dan kan ik de tekening opslaan. Deze kan ik weer sluiten. En op deze manier kan je eigenlijk heel simpel kan je opmerkingen in een tekening te plaatsen. Gaan we verder naar het volgende nieuwe commando. En dat is het commando count. Nou, ook deze kennen we eigenlijk al een beetje. Want wat doet het programma count? Die gaat tellen het aantal blokken welke in de tekening zit. Nou, dat kenden we natuurlijk al vanuit de data extraction. Deze functie, data extraction, zit niet in LT. Dus mensen met de AutoCAD LT-versie, die konden niet automatisch hun blokken laten tellen. En wat deze extract data ook heeft, is dat je dan een tabelletje kon laten genereren. Dat je aan kon geven hoeveel blokken er in tekeningen zaten. Nou, dat kon natuurlijk nooit in LT. Maar de functie count zit nu ook in LT. Dus dat kunnen mensen met AutoCAD versie LT nu ook doen. Bij deze extract data moesten we een aantal, het was een wizard en dan moesten we een aantal windows doorlopen. Het gaat nu eigenlijk een beetje met één druk op de knop. Dus dan ga ik even naar de tekening count. En dan zitten in deze tekening zitten allemaal verschillende blokken. En als ik dan eens even laat zien wat voor blokken er allemaal in zitten. Dan hebben we op het tabblad View hebben we de knop Count. Nou, dan gaat hij alle blokken gaat hij tellen. Nou, je ziet dus ook het aantal. Wanneer je dat dan in een tabel wil hebben, dan hebben we hier een knop dat je dan een tabel kan maken. Je kan aangeven welke blokken je in die tabel wil hebben. Nou, bijvoorbeeld die. Nou, vind ik de telefoon ook nog wel handig. En dan klik ik op Insert. En dan plaats ik de tabel bijvoorbeeld hier. Nou, dit is een standaard tabel zoals we die kennen vanuit AutoCAD. Je kan ook, wanneer je hier een enkele klik in doet, allerlei cellen nog onderplaatsen. En je ziet het count aantal heeft als achtergrond grijs. Dat is een veld. Wat dus inhoudt wanneer ik een kopie maak van deze stoel bijvoorbeeld. En die zet ik alvast hier in dit kantoor neer, dat ik er dus nu meerdere stoelen heb. Nu zijn het er 66, maar dat had er dus nu eigenlijk de 67 moeten zijn. Ik heb een update field knop, dat dan die velden gaat opwaarderen. En op het moment dat ik dit doe, dan zie je inderdaad dat er nu één stoel meer is. De optie count. Dan hebben we nog de push to AutoCAD docs. Oh, het is een plaatje die er niet is. Een push to AutoCAD docs. Wat doe je hiermee? Het BIM-verhaal wordt natuurlijk heel belangrijk. Het is al belangrijk. Er zijn steeds meer mensen die volgens het BIM gaan werken. Dus dat
allemaal tekeningen binnen één project zijn en dat iedereen daar ook toegang tot heeft. Nou, voorheen moest je dat dan ook allemaal weer zelf regelen, dat je dus zelf een PDF-document maakte en dat dat zelf weer in de cloud ging plaatsen. Nu kan je dat vanuit AutoCAD doen, dat je dan de tekeningen naar de Autodesk Docs publiceert. Daarvoor hebben we de tekening push. Ik zit al in de layout en dan is er op het tabblad Collaborate een knop push to Autodesk Docs. Wat wil je daar naartoe brengen? Nou, dat kan deze PDF zijn. Ik heb hier ook nog de mogelijkheid om meerdere sheets daaraan toe te voegen. En dan kan ik dus nu een upload sheets geven. Nou, waar komt die dan terecht? Ik heb toegang tot de Autodesk Docs. Dat is iets wat je regelt middels je Autodesk account. En ik heb een sample project gemaakt. En dan kan ik hem bijvoorbeeld in de pre-construction kan ik hem neerzetten. En dan klik ik op OK. En dan zegt hij dat hij dus nu een sheet, een upload heeft gegeven. Ik kan dat even laten zien en dat is iets wat je kan laten zien door middel van een Windows verkenner, want middels de Autodesk Docs dan krijg je die als een soort driver krijg je op je computer te zien. Dus dan zal ik dat nu even laten zien. Dat je dus hier aan de linkerkant ziet dat de Autodesk Docs, de drives, die en dan kan je allemaal zien wat daarop staat. Nou, volgens mij had ik hem in de pre-construction gezet en je ziet dus dat daar dus nu die layout file staat. Toegankelijk voor anderen. Ik ga weer terug naar AutoCAD, want dan heb ik nog even een laatste nieuwe wat ik wil laten zien. En dat is het floating windows. AutoCAD-tekenaars die werken vaak met meerdere monitoren. En dan was het tot voorheen niet mogelijk om binnen één AutoCAD sessie ook een andere tekening naar een andere monitor te brengen. Daarvoor moest je AutoCAD nog een keer starten. Nou, dat is iets wat nu wel kan, want als ik nu dit tabblad beet pak, dan krijg ik een floating window, zoals dat genoemd wordt. En dan kan ik hem naar een andere monitor brengen, wat ook heel makkelijk dan weer is voor het kopiëren van dingen van de ene naar de andere tekening. Ik ben begonnen met de toolsets, de verschillende toolsets die er zijn wanneer je AutoCAD gaat installeren. Het is niet zo dat het bij de installatie dat je het aan kan vinken. Het zijn echt afzonderlijke programma's die je dan kan downloaden. Het tabblad start, wat er een beetje anders uitziet. De mobile app en de web app. Share drawing, dat je dus een tekening kan delen. Link blijft 7 dagen geldig. De tekening wordt dan automatisch geopend in de AutoCAD web app. Trace. Ook in de AutoCAD web app dat je daarin je feedback en je markup kan plaatsen. Zodat de tekenaar de tekening weer uit de web app kan openen. En dan iets kan doen met de feedback en de markups. Count voor het tellen van de blokken in AutoCAD. Push to AutoCAD Docs. Dat je dus nu op een hele makkelijke manier met één druk op de knop een PDF document
in een cloud-omgeving plaatst. En tot slot de floating windows. Zijn er vragen? Wellicht wat korte vragen, dat ik die dan kan beantwoorden. Of anders dat je je e-mailadres even achterlaat en dat je dan antwoord krijgt via je mail. Ik zie geen vragen in de chat voorbij komen, dus dan wil ik jullie... toch nog wel een vraag. Het was allemaal heel duidelijk. Nou, dankjewel, John van Gerven. Als er dan verder geen vragen meer zijn, dan wil ik jullie bedanken dat jullie hebben gekeken naar wat is er nieuw in AutoCAD 2022. En dan zien we jullie later weer. De cloud-omgeving, ja, dat staat nu nog in Amerika. De schaaromgeving en de cloud-omgeving, op welke servers staan deze, was een vraag. Ja, die staan nu nog in Amerika. En dat zal later natuurlijk ook nog in Europa worden. Tenminste, dat neem ik aan. Dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Ook om allerlei andere zaken gewoon in de cloud te werken. Als je ziet dat veel programma's nu ook al vanuit de cloud werken. Goed, dan wilde ik het hierbij laten. Dank jullie wel en tot een volgende keer.